33 dames en Mark, u gaat ze daar eens bij u krijgen. Ja, en we zien direct dat Silva Paas de snelste starter is van het lot. Gevolgd door Sanne Kant, Maud Kapteins, die jonge Nederlandse die al een bijzonder sterke indruk heeft gegeven in het begin van het seizoen. Nikki Harris, Helen Wyman, de twee publieke dames in elkaar spoor. Carolijn Swinkels, Karen Vreestraten, Katrien Thijs, Janka van den Hoek en Floor Wering. Een deelnemersveld van 33 hensters, waarvan 17 bogen en een volle signaal. Verderop, valpartij onder andere van Katrien Thijs, die daar opgehouden wordt en nu toch moet maken dat ze snel op de fiets komt. Haar stuur niet helemaal krom en daar moet ze eerst nog wat aan werken voordat ze verder kan. Terwijl voor de rest ook nog een paar andere renners probleem hadden. Ja, Katrien Thijs die een beetje heisaam maakt, problemen wegens een bal. En ze is inderdaad door aangegrepen. Maar ja, proberen van toch nog iets uit die koers te maken, zelfs als je achterstand houdt. Katrien is een dame toch met zeker talent. Moet daartoe in staat worden geacht terwijl Nikki Harris als eerste naar beneden duikt in de kuil nu. Omzichtig en voorzichtig gevolgd door een aantal van haar tegenstrevers. Ja, in het algemeen klassement van de superprestige leden Kofi Leid zal het dan voor Nikki Harris. En Jolien Verschuren staat daar derde en Ellen van Loewe en Maud Kapteins op de vijfde plaats. We zien dat Karin Vreestraten geen al te beste start heeft genomen. Hier Nikki Harris opnieuw een lichte duik door Sanne van Paassen. En Sanne komt. Ook Helen Wyman. En nu die